De tweede finalist en het laatste optreden voordat we zo dadelijk de lijnen moeten sluiten en als gekke stemmen gaan tellen. Lisa staat klaar om het belangrijkste optreden te geven van haar leven, kun je wel zeggen. Ze is deze week geadopteerd door Erik van Tijn. En het feit dat ze elkaar zo goed kennen moet een voordeel geweest zijn voor het opnemen van de studio van haar mogelijke single. Lisa's single Halleluja werd namelijk geproduceerd door Erik en Jochem. En Erik, hoe was het om met haar een single op te nemen? Nou ja, dat was een ongelooflijk goede ervaring. Jochem en ik, wij hebben al heel veel artiesten geproduceerd. Maar in Nederland zijn er maar weinig mensen met een echt niveau wat je internationaal mag noemen. Nou, dit liedje past bij een zangeres met dat niveau. Ik durf echt te zeggen, zij past naadloos tussen mensen als Joss Stone en Adele. Hier is Lisa met het geniale Halleluja. Het is waanzinnig leuk om met Lisa haar single op te nemen. Ik vind het liedje heel erg mooi, omdat er zit heel veel emotie in, zowel in de teksten als in de melodie. En je kan er gewoon heel goed je eigen ding van maken en je eigen emotie erin leggen. Van deze single van Lisa verwacht ik ten eerste dat het haar nummer is waar ze de finale mee wint. En ik denk dus ook dat deze single over een paar weken op nummer 1 staat. Ik hoop natuurlijk dat vanavond iedereen helemaal uit zijn plaat gaat als ik klaar ben. Dat zou natuurlijk al de perfecte reactie zijn. Hier is Lisa. Thank you.
trouwen. Lisa, ik kan wel janken. Ik ook. Om twee redenen. Ten eerste omdat je dit nummer ontzettend mooi vertolkt hebt. En ten tweede omdat ik baal van het feit dat dit het laatste optreden was voor X-Factor 2009. Want ik heb genoten van zo ontzettend veel moois op dit podium. Lisa, je hebt heel veel handtekeningen uit mogen delen de afgelopen weken. Aan heel veel leuke mensen. Het is maar goed dat je die handtekening vaak geoefend hebt. Want ik acht de kans vrij groot dat jij vanavond nog een handtekening zet onder een heel mooi contract. Lisa, dit is mijn favoriete nummer. Dit is een nummer dat ik draai als ik alleen ben. En vooral, ik zei ook tegen je, luister naar Jeff Buckley. Want die heeft dat nummer echt onsterfelijk mooi op de plaat gezet. En ik hoorde dat jij dat ging zingen. Toen dacht ik, oh, als dat maar goed gaat. Maar Lisa, ik geloof dat ik net de muur... Zag ik die nou naar beneden gaan? Ja. Zie je dat het helemaal niet zo eng is? Nee. Je kunt het. Je bent geweldig. Dank je wel. Lisa, het is natuurlijk voor ons allemaal een genot geweest, voor ons, voor vier, om jou zeg maar te ontdekken. En dat jij hier staat op dit moment en dan zo zingt. Ja, ik kreeg echt tranen in mijn ogen van, er zitten er nog een beetje. Ik heb nog steeds kippenvel. Het is niet normaal. Het is een schitterend nummer. Het is heel moeilijk om te zingen en dan met zo'n spanning en zo'n lading en dat overbrengen op iedereen op dit moment. Ik vind het echt niet een gewone sensatie. Nee, ik vind het een sensationele sensatie. Ik vind het zo knap. Gefeliciteerd. Dank je wel. En ik moet het toch even zeggen ook, wat zou Gordon ook geweldig trots op je zijn. Het is toch echt heel jammer voor hem dat hij dit moet missen nu. Ja. We zijn ook allemaal gewoon kotsmisselijk van de spanning, hè? Het is echt, we staan te trillen. Jullie hebben het beide zo ongelooflijk goed gedaan. Echt gewoon geen woorden voor. En Lisa, je bent ontdekt door X-Factor, maar tegelijkertijd al doorgebroken. Echt geweldig gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Oké, lieverd, we gaan meteen door. Halleluja, Songsen en Halleluja hebben de afgelopen maanden ook gehoord van de juryleden en hier vanuit de zaal, het publiek. Dit is haar single, wat ze meteen gaat doen als ze dat platencontract wellicht heeft getekend. Wil jij deze single meer horen, dan moet je dat laten weten door te bellen met 0909 0303 of sms Lisa naar 3131.